Ik heb nog nooit een motherfucking wasmachine aangeraakt! Nog nooit! Niet eens een motherfucking droger! Ik ben van mening dat als je echt serieus bent met ondernemen, dan kan je natuurlijk niet bezig zijn met de was. Je moet de was eruit halen, dat ding gaat een keer kapot, je moet hem in de droog gooien, je moet strijken. Ik verneuk dat ook altijd, dat is helemaal kut. Wat je moet doen, ook als je dus alleen bent als man zijn, hè, dan moet je dus zorgen dat de spelerest natuurlijk voor jou even de was doet. Ik krijg hier weer zoveel haat over mee waarschijnlijk. Wat doe jij de was? Nee. Niet voor je dat ik zo in die tweede kamer zit, weet je wel? Dat ik daar mag spreken en dat er zo'n lulletje op staat en die wilde even tussendoor. Bek houden, motherfucker! Hey! Zie je dat ik aan het praten ben? Ik denk dat ze allemaal een smoel houden. Gewoon. Als je dus te veel op vakantie gaat naar Excuses Eiland, op een gegeven moment kom je dan in een situatie dat je dus door moet vliegen naar Had ik maar Eiland. Als je eenmaal op Had ik maar Eiland zit, dan is het te laat, hè? En het is druk, joh, op Had ik maar Eiland. Dat is niet normaal. Ja, als ik toen die bitcoins had gekocht, ja, dan had ik dit. Ja, had ik maar gesport. Oh, Had ik maar Eiland, hé. Ik ben benieuwd hoe het er dan uitziet. Dus als jij faalt, dat je dat in je opneemt en denk, hé, het kan beter en ik ga weer verder. Zonder falen lukt het niet. Falen is leren. Dat is pas echt leren. Maar dat je het echt voelt gewoon. Dat je gewoon moet janken, weet je wel. Dat het gewoon echt gewoon zo'n grote teringzooi is. Dat je gewoon moet janken. En dat je de volgende dag opstaat en denkt, ik ga nou weer vergoud. En dat elke dag. En dan moeten wij 100 gaan zitten rijden. Als een stelletje Mongolen. Achter elkaar zo. Oh, ik rij 106. Ik rij... Je bent continu aan het opletten. Je bent continu op je teentjes aan het lopen. En dan moet je nog naar je werk toe. Houd toch op. 100 rijden. Houd toch op. We willen toch dat die economie loopt. Laten we lekker 160 rijden. Boeiend. Elektrisch rijden 150. Gelijk van al die benzineauto's af. Dan rijd ik elke dag in mijn kut Tesla. Om productiever te zijn. Niemand die wil toch in het kutverkeer hangen met 100 op een vijfbaansweg. Als een stelletje debielen. Dat is echt onzin. Kan er echt kwaad om worden gewoon. En dan even als een stelletje randdebielen. Al die borden omwisselen. Weet je wat het kost? We moeten ons leven verbeteren. We moeten voortgang hebben. En niet achteruit gaan. De technologie wordt beter. Voor Nederlandse begrippen vind ik dit echt onzin. Ik kan bijvoorbeeld niet naar Temptation Island en alles kijken, weet je wel. Dat kan ik gewoon niet. En het is dat Sam en Donnie er een keer in hebben gezeten. Maar ik kan daar dus niet, zo'n hele aflevering al, kan ik gewoon niet naar kijken. Dan denk ik echt van, ik ben mijn tijd op deze aarde gewoon aan het weggooien, weet je wel. Dus als jij diegene bent die denkt van, ja, ik ga even lekker op de bank zitten met mijn McDonald'sje. En ik ga even, weet je wel, gewoon elke avond Help Mijn Man Is Klusser kijken. En stel je doet dat, denk dan even na. Van hey, we zijn de tijd op aarde die ik heb, zijn we gewoon aan het weggooien, weet je wel. De dag, loserugger, om in het openbaar op je telefoon te zitten. Ik zit bijvoorbeeld gisteren bij zwemles. Hij verwacht niet dat ik kom. En wij gaan dus nog apart zelf naar zwemles om te kijken, weet je wel, hoe die dat doet. En zie je allemaal ouders zie je er natuurlijk. En dan zit ik een beetje te kijken van, nou, ja hoor, elke ouder zit op zijn telefoon. Bijna elke ouder. Ik kom daar niet voor mijn zoon, want hij weet dat ik er niet ben. Ik kom daar voor mezelf, dat ik mijn zoon zie zwemmen. Dan denk ik echt van ja, dat is gewoon loserig. Als je een excuus hebt, ja maar dit is mijn werk en, oh, en dit en dat. Ja, dan doe je werk niet goed. Dan ben je gewoon niet het juiste werk aan het doen. Ja, goeie maat, 35 jaar toeteren maat! Gefeliciteerd hè! Hey joh! Mysterios Carlos! Mysterios Carlos! Carlos is not here, Mysterios Carlos! Wat dat is voor boxers? Mysterios boxers! Look at this! Look at... Wow! 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 35% korting! Clean Nutrition bestaat 10 jaar, ik ben 35, we gaan voor goud! Toen hij werd vernield, toen dacht ik, hey, we doen de comeback. Ik ga die auto helemaal restaureren en ik maak hem nu goud. Ik riep al voor goud en nu is het gewoon alleen maar goud. Toen had ik al met de krantartikelen besproken van nou, wat er op mijn lijstje stond. Een Lamborghini, bla bla bla. 8 maanden later had ik die Lamborghini, weet je wel. Ja. En die kwam natuurlijk ook weer up in het goud. Dus het werd elke keer voor mijzelf een soort van, oké, nu gaan we dit spel spelen. Weet je wel? Nu gaan we elke keer, boom, even dat internet laten exploderen. Wat voor goud heb je wel geoond, om maar zo te zeggen. Dat, We kwamen dus Duitsland in en toen moesten we met die hoeroes, hebben we kabel gekocht, de tankstation. En hebben we met die hoeroes gewoon dat ding lopen slepen. Over de autobaan. Over de fucking autobaan, in de regen. En wij wisten wij wel veel hoe je moet slepen inderdaad op de snelweg. Maar wij reden gewoon 100, weet je wel. Ja, dat is echt niet aan te raden met een kabeltje van 4 meter of zo.
En dan in. En je zit achter die jongens, dus je ziet geen fuck, weet je al. Rita Elbers. Zij heeft een boek geschreven. En dat gaat over supersterren. Die succesvol zijn omdat ze all-in gaan. Ze doen alles of niets. En ik heb in 2016 een lezing bijgewoond in Amsterdam. En zij geeft dus les in Amerika. En heeft ook echt bekende mensen in de klas. Waaronder dus Mr. Beast. En het gaat dus over die mensen die succesvol zijn. En hoe ze dat doen. En hoe ze al ingaan. Ja. Want als je kijkt naar mijn leeftijd. Naar de vrienden van vroeger, zeg maar. Er zijn natuurlijk heel veel afgehaakte mensen gewoon. En dan bedoel ik afgehaakt gewoon met het opgeven van je ambities in het leven. En dat zijn niet de mensen waar ik me mee wil omringen. Dus een heel select few die mijn leeftijd hebben of ouder, die echt succesvol zijn. Moet je omringen met mensen waar je ook beter van wordt. Ik zeg niet dat je dat alleen maar moet doen. Maar je moet een soort van netwerk hebben waar je ook af en toe je vraagstukken kan delen. Van hey, hoe moet ik dit aanvliegen? Kijk even. Hey, dit is top. Nou, dus dat betekent dat we even gewoon hard gaan trainen. En dan kun jij nog even de laatste week gewoon flaneren. Bootje varen. Weet ik het allemaal! Gaan wij staan te blikken drinken? Ja, ik wel. En daarna stop ik ermee. Ik dacht dat jij niks meer ging. Hey, ik ben daarna. Hey, wacht even. Laten we even het moment erbij pakken wat jij nog bij Woedroe in de gym zou hebben. Nooit meer feesten. Ik ben daarna ben ik er helemaal klaar mee. Er is één ding bij Wolf Wall Street wat bij mij is blijven hangen. Is sell me the pen. Weet je al? Ja. Geen niet vertellen, oh, ik heb het beste pre-workout, ik heb de dit, ik heb de dat, ja. Weet je wel. Dat zegt iedereen. Iedereen kan hetzelfde product maken. Ja. Dat is al lang bekend, weet je wel. We hebben onze waardes die erachter staan. Maar dat is niet waar het om gaat. Jij verkoopt het verhaal erachter. Ik verkoop dat jij met je luie reet van die fucking bank afkomt. Dat je elke dag weer Lucas. Een reden hebt. Hey. Ja. Lucas. Thijs. Nou ja, Lucas, Karel. Thijs, Maarten. Maar Rashid ook, weet je wel. Nou, het focusseizoen is volop aan de gang. Het is nog steeds een beetje mooi weer. Maar het is vooral gewoon weer het feit dat je je laatste kwartaal van het jaar gewoon gaat maken. Meestal is dat bij ons het jaar, zeg maar. Dat maakt het jaar. Dan heb ik het over zakelijk gebied. Hè. Dus het eindsprintje kan je nu even doen. Want voor je het weet is het 2024. Ja, dan heb je alweer een nieuw jaar tegemoet. Maar dan heb je al je doelen die je in 2023 hebt gesteld af moeten vinken. Hou dat in je gedachten. Dat we zeg maar nog 3 maanden hebben. Iets meer dan 3 maanden. En is het jaar voorbij. Dan ga ik wel de politiek in op een gegeven moment. Ja, misschien is dat wel wat ik ga doen als ik 40 ben geweest en alles heb verkocht, weet je al. Ja, is dat iets wat echt reëel is? Dat jij denkt van op een gegeven moment, ik ben er klaar mee. Je mag na 8 uur bijvoorbeeld nou, of 10 uur. Nu niet hoor. Nee? Echt niet. Ik word helemaal gek van dat heen en weer gelul en alles. Ja. Maar een zetel is misschien gewoon mogelijk, hè? Volgens mij heb je met 70.000 stemmen een zoiets, zetel. Ja, 60, 70.000 inderdaad. Ja, dan zit je gewoon in de Tweede Kamer. Het is vrijdagmiddag, 30 graden buiten. Zorin die gaat 300 kilo deadliften, zo vaak mogelijk, in de Gouden Tempel. Hij wilde dat speciaal hier doen, zodat wij hem even konden supporten. Kom Zorin! Kom maar aan! Ik dacht bijna, of je gaat KO, ja. Of je krijgt uit je neus lopen bloedgang. Waarom doen ze dit nou? Apps are made in the kitchen, toch? Ja, dat is wat ze zeggen, ja. Het komt doordat je calorietekort moet hanteren om die buikspieren zichtbaar te krijgen. Maar wat je wel kunt doen, is dus hypertrofietraining voor die buikspieren. Dus zwaar, net als elke andere spier, net als dat je biceps gaat groeien, kunnen ook die buikspieren dus groeien. En dan zie je met een hoger vetpercentage, kunnen die blokken er al uit klappen. Dus hypertrofietraining voor de buikspieren is ook belangrijk voor de apps. Yes, dat heel lekker. Harder motherfucker worden we weer. Focusseizoen. Inbeelden. Denkbeeldige vijanden moet je maken. Daar krijg je energie van. Die kunnen ook in real life ontstaan. En daar moet je gebruik van maken. Die moet je met elke rep in je hoofd hebben. Die ga ik verslaan. Je kan ook mij inbeelden. Heb ik al eerder gezegd. Het kan helpen. Stel je voor, hè. Er zijn natuurlijk heel veel haters ook van mij. Op een of andere manier trigger ik wel, dus ook de haters, om hard te trainen. Dat noem je pure winst. Dan heb je gewoon invloed. Dus stop. Ik zei het, hè, Lucas? In september. Hey. En als je gaat janken over het grillen, dan moet je het gewoon even lekker zelf doen. Want wij doen het gewoon met een vorkje als dat er is.
Hoe ga je het anders doen? Met je nagels? Hé, hey, Hendrik? Net in je reet zit de kramp, weet je wel? Even doorvegen en dan er doorheen. En dan met je klauwen aan die grill special zitten. Ik dacht het niet, hè? Niet om mijn Moretti, hoor. Gewoon met echt goud bestek. Er zit gewoon een laag goud op dit bestek.